Hey, goedenavond allemaal. Welkom bij Dutch Dota. Dit is match 2 tussen de GP Boningen 5 Boys en Team Hondtrash. Het staat ondertussen 1-0 voor Team Hondtrash. Of ja, 0-1 dus eigenlijk voor Team Hondtrash. Oh nee, wacht. Het is, officieel is de match name Team Hondtrash Trash versus de GP de Rieters Boningen 5 Boys. Goed zo, Roel. Dus 1-0 inderdaad voor Team Hondtrash. Team Hondtrash nu op de Radiant in plaats van de Dire. En bij mij is wederom vanavond, of nog steeds vanavond moet ik zeggen, Floris als co-caster. Hey Floris. Ben er nog, ik leef nog. Mooi, gelukkig maar, anders moest ik solo casten. Mooie save toen. Hoe bedoel je? met je 0-1-1-0. Komt allemaal goed, komt allemaal goed. De vorige match. De draft was wellicht belangrijker dan de gameplay zelf. Want ik heb het idee dat beide teams echt wel aan elkaar gewaagd zijn. Maar de rotating Earth Spirit had naar mijn idee echt heel veel opgeleverd. Dus ik ben benieuwd wat GP Boningen 5 Boys, hoe ze dit nu gaan draften tegen Team Hondtrash. En het feit dat de safe lane loondroer toch net iets te laat online kwam en niet participeerde in de teamfights en ook al een paar keer flink gegankt werd. Ik denk dat dat ook wel flink meetelde in de teamfights. Die Radiance Burn die wellicht telkens net het verschil had kunnen maken met die mischance en de damage. Dus, maar ja, ze pikken hem heel graag volgens mij, maar tot nu toe hebben ze de radiance altijd af kunnen krijgen. Nu zien ze een keer wat er gebeurt als ze die niet afkrijgen. Ja, ik ben benieuwd of dat hun draft beïnvloedt. Misschien dat ze dan toch moeten afwijken nu ze tegen een team spelen wat eigenlijk toch wel aan hun gewaagd is, want beide teams toch wel de met kop en schouders boven de andere drie teams uitgestegen in hun Group D van de preseason. Dus ze kiezen ervoor om de Invoker te bannen. Kijk eens aan. Ja, dat was een andere ban, de vorige game. Earth Spirit wederom first pick. Ja, dat die komt er dus toch doorheen. Er was redelijk wat reserve time gebruikt bij de Boundingen 5 Boys om die keuze te maken. Om de Invoker te bannen. Of in ieder geval hun tweede ban. Ik gok dat dat toch een mixed discussie was om wellicht de Invoker of de Earth Spirit te bannen. Ik ben benieuwd wat de heren zeggen na de match. Wat hun gedachte daar was. Ik weet niet wat er beter was om misschien ook de Spectre gewoon te negeren en de Comfort Picks uit te schakelen. Maar ik weet niet hoe Spectre als Comfort Pick van de Fire Team, of nu het Radiant Team is. Maar aangezien ze wel zo aan elkaar gewaagd zijn en het toch een overtuigende game was, was het misschien wel de draft die de grootste impact maakte in de game. Dus daar zal mijn cookie toch flink op aan moeten scherpen om weer een kans te kunnen maken. En ze hebben een befaamde, hooggerankte Lion nu geclaimd. Ja. De vorige keer was hij inderdaad geband en nu komt hij doorheen. En we zien dat er ook heel vroeger de Beastmaster gepikt wordt. Een Alchemist, dat is een hele vroege Alchemist pick trouwens. Alchemist is een hero van, je ziet hem aankomen, maar je kunt er niet heel veel tegen doen. Want hij claimt gewoon je midlane met die Toxic. Misschien dat je een lange range attack hero kan pakken als Lina of zo. Maar het blijft kloten om tegen te spelen. Ja, maar welke held zie jij nou voor je op mid die Alchemist in principe gewoon onder de duim heeft? Is er zeker wel een held die dat gewoon kan, of niet? Ja, misschien een agressieve hero als Quap of die long range attack hero als Lina. Want in principe, als je voor level 6 Alchemist in bedwang hebt kunnen houden, dan heb je hem redelijk goed onder de knie. Dat ben ik het eens. Maar ik denk dat je ook ervaren moet zijn in de matchup tegen Alchemist. Bij mijn ervaring, als je die asset sprays goed gooit als Alchemist, dan heb je altijd wel een flink goede kans in je midlane. Als hij 1v1 is, want als er een gank is, dan wordt het wel vet lastig voor elk. Ja, we zien dat Team Hondtrash er dan ook voor kiest om de EE te bannen, de hard support counter tegen Alchemist, om die regen uit te schakelen, maar die is dus niet meer. Is op zich wel een niche ban, om het zo te zeggen, want EE wordt eigenlijk niet echt opgepakt in teams, tenzij er inderdaad een team is met veel regen of veel heal, zoals een Alchemist. Dus je doet hier wel in principe een redelijke ban weg, of verprutsen in dat opzicht. Behalve het feit dan dat je Alchemist inderdaad niet gecounterd wordt door een EE. Ja, op papier moet je gewoon respect hebben voor die hero tegen Alchemist, als Alchemist je core gaat worden. Dus om hem te negeren zou erg cocky zijn. Ja, misschien. We hebben hem voor de zekerheid wel gewoon geband.
En de Bounding of Hiveboys hadden er nog plek voor. En het is ook absoluut geen slechte held samen met Beastmaster en Lion. Want allebei een stun waardoor het Cold Feed nog zou kunnen prokken. Dus ja. En sowieso level 1 Beastmaster Boar Slow. Samen met de level 1 AA Chilling Touch. Ja, dat is een mooie combo. Dangerous op level 1. Ben je er om de slag, Ben? En de lifesteal op blijven ze. Lifesteal is opvallend. Ja, waarschijnlijk... misschien hebben ze echt geen zin om een... oh, dat is een eagle. Surprise! Fucking lifesteal, bitch! Dat ze dat... Ik weet niet of de value belangrijk genoeg is hiervoor. Of dat het meer een leuke play is. Jongens, super cool. Oh, een Ogre Magi. Tankiness. Waarom een Ogre Magi? Waarschijnlijk omdat die Earth Spirit kan overleven als hij gegankt wordt. Maar eigenlijk, Earth Spirit gankt niet echt de Ogre, toch? Nee, ja, maar daarom. Als dit een andere support was geweest, kon Earth Spirit dan misschien ganken. Maar Ogre met zijn 6 base armor of 700, dus ik weet het al niet meer. En zijn 3 of 4 health regen. I don't know. Nou, dit zou misschien een leuke hero zijn om mid te parkeren langs positie 2, om die elk een beetje onder druk te houden. Omdat je hem gewoon kan slaan, ook al loop je door Acid Spray en je hebt je Ignite om hem weg te houden. Ja, het zou kunnen. Ik ben benieuwd waar ze hem neerzetten. Ja, ik ook wel. Dragonite. We zien hier een heel tanky team van de GP Bounding of Hiveboys. Ja. Dus wat ik wel nog een beetje mis is... Nou ja, goed, je hebt 4 stunts. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat ik iets mis bij de Bounding of Hiveboys. Ik heb zoiets van... Goed, AoE... Teamfight Hero mis ik eigenlijk nog. Ja, terwijl de Team Trash alleen maar dat heeft. Ja. Ja, voor de Full Strength Squad. Full Strength inderdaad. Ik zie een Timbersaw op je helaas. Ja, ik zie een patch note die doorkomt. Dat er zorg is dat de Strength Heroes nu erg sterk zijn. Ja, komt dat door die veranderingen Strength HP gain en de Base HP en dat soort gebeuren? Ik denk niet dat dat de enige reden is waarom we hier nu al... Zes heroes zien die strength zijn, maar de heroes zijn allemaal een beetje meta, dus dat is waarschijnlijk de belangrijkste reden. Ja, dat zou ook wel kunnen. Maar dat ze nu ook allemaal gewufft zijn deze game, dat is een mooie bijkomstigheid, denk ik. Ja, en inderdaad, de Phoenix Sunray, waar we zoveel over gehoord hebben de laatste tijd, dat toch wel een redelijk OP skill is. Oh, as fuck. Ja. Ja, de hero is ook een beetje van of je hem lekker speelt of niet, dus ik ben benieuwd wie hem op gaat pakken. Ja, Phoenix is ook wel een held die is zo anders dan een Lion bijvoorbeeld. Die gewoon weet, hij heeft een stun, een hex en een damage skill. En oké, hij heeft een mana drain, een beetje apart. Maar Phoenix, hij heeft een ik vlieg weg en toch terug skill. Ik kan opeens over cliffs heen vliegen skill. Ik ben immune to damage, maar toch ook niet. Want je mag me eigenlijk niet aanvallen skill. Dat is een ulti. Dus... Ja, zorg dat je die fire spirits op iedereen krijgt voordat je ult. Dan ben je eigenlijk al redelijk solid. Maar een Phoenix pakken tegen een line-up met Inner Beast en met de Ogre Magi attack speed buff is cocky. Dus ik ben benieuwd of we dat gaan zien in deze game. Dat de Phoenix echt toch makkelijk neergeburst kan worden met de attack speed bonus. Een Viper trouwens en een Slaughter. En een Viper. Dit is de... Wij willen heel graag winnen pick-up van Tilikum, denk ik. Ja, ik denk het wel. Het is ook heel erg tanky. Ja. Sowieso, je hebt ook nog een Viper. Ik verwacht dan ook een Mac en zo. Dus dit wordt een heel erg... Ja, aparte line-up. Je wil eigenlijk niet 50-5, je wil eigenlijk 50-3 en dan win je iedere fight op de dire kant. Opschieten erop. Ja, we moeten opschieten. Er is smoke kick. Snel, oké. Op de kant van de radiant zien we West op de Alchemist. We zien de homecore pool, what the fuck, op de Earth Spirit alweer. We zien Slaughter, die wordt gespeeld als Zeitgeist. De random offlaner die DP'd is en een ward achterlaat, die mag de Phoenix spelen. En last but not least hebben we nog de Fukibot, Fukiboy, of Fuckboy, whatever, mag de Hank op zich nemen, wil ik zeggen. Mag de Titan er op zich nemen. De dan ga je bestel voor de Tiddledire heen. Sixin op de Lion, McCookie op de mid DK, Tilikum op de waarschijnlijk Safe Viper, of ze switchen. Hank wederom offlane, Beastmaster en Daigo op de Ogre. Oh, de smoke brengt hem niet eens. Dit wordt wel een kill, denk ik. Right, guys. Gaat hij weer wederom sprint geleveld voor de bonus damage. De OS Fox geeft hem door, maar dat is niet genoeg heal, denk ik. De boar slow is sterk. En de Ogre Magi pakt de kill met zijn Ignite. En mag ik even zeggen, wat een mooie Ogre Magi set. Oeh, die wil ik ook. Custom ability icons. Slick.
Is het die ene van de Summit ofzo? Wacht, kan ik zien. The battle begins. Dat is gewoon een set. Dat staat niks op. Oké. Antipodians. We zien hier een aggressive trining aan de kant van de Dire. Met een, dat kan ook zeker wel, want je hebt genoeg tankiness om dit te overleven, denk ik wel. Je hebt dan misschien geen heal van een Witch Doctor, maar je hebt twee stuns plus een Viper Slow. Kan nog wel eens heel gemeen worden, maar Cookie op mid moet daar oppassen, want ik zie dat hier twee helden op mid blijven hangen van de Radiant. En weer een Orb of Venom Earth Spirit, deze keer ook nog eens met een Windlace, maakt hem des nog gevaarlijker, maar helemaal geen regen trouwens op een Clarity na, mana regen. Tidehunter gaat naar bottom toe, switchen ze nou toch lanes? Ja, ze willen niet tegen, met tri-lane tegen deze aggressive tri-lane spelen. Want de double slow met stun, met waarschijnlijk nog de lion stun die er is, daar zijn ze niet klaar voor met de sladder. Oh, ik had trouwens fout. Ook al Magi heeft nog meer armor. Hij heeft 8 beast armor. Beast armor is het ook. Het is geen beast armor meer. Het is gewoon beast. Netjes. Maar Cookie kiest ervoor om niet Dragon's Blood te level op level 2. Maar hij is wel al bijna top. Level 3. En is de rol is stun. De sun reed eroverheen. En Hank gaat vallen, denk ik. Dus hij de sun re-expired. Nee, er is nog een stun. Ah, hij kon nog onder toren worden of de slader wat Towerhits pakt, maar hij is een beetje bij. En een mango. En een mango. Een Zixion is nou top, oké. Okay. Ik denk dat hij wel moet oppassen hoor. Want het was een beetje een panic tipie. En ze gaan nu gaan ze nu compleet switchen weer? Gaan ze de tri-lane doorzetten? Of blijft Tilik een bottom? Ik weet het niet. Waar gaat Hank heen is eigenlijk de vraag. Hij kan jungle. Hank gaat naar bottom. Hank gaat naar bottom. Tilik heeft geen TP. Even. Heeft het hem ook niet meegenomen? Nee. Oké. Okay. Dus de switch in de switch. Ja. Dit is hun draft en dit willen ze spelen. Ze wilden die tri-lane van hun. Die willen ze contesten. Ik ben benieuwd wat de regio nou gaat doen. Ik weet niet of je een triple switch wil. Dat kost heel veel geld. Nou ja, tegenwoordig steeds minder hè, met die chains en TP's. Dat klopt. Lane switch is nu gebufft, jongens. Dat is het nieuwe meta. Oh, maar Cookie moet erop passen. Ja, hij is de best speelt. 1 puntje Dragon Blood, dus hij is al iets denk je. De courier! De courier! Oh, de haste! Heeft hij hem? Nog een hit? Ja, die heeft hij wel. Daar zat geen bottle op. Hoeveel damage krijgt hij wel niet van de tower? Hij heeft geen regen. Hij overleeft het net, denk ik. Nee! Hey, dat is een tier 3 toren, jongeman. Die doet 152 damage. Yikes. Dus ja, wel nog steeds waard hoor trouwens, daar niet van. Ja, ik denk je bull gaan tot opkrowen met die DK, dus dat kan al niet meer. Ik heb je boots al niet voor een heel lange tijd. Nou, dus ik denk dan dat moet die wel Cookie echt voor de runes gaan. En als de Radiant het door heeft en gewoon de runes secured en zorgen dat de rest telkens een bounty krijgt, dan wordt hij overtuigend midlane gewonnen. En ik denk ook niet dat de DK de counter is tegen de Alchemist. Nee, dat denk ik ook niet. Ja, goed, DK, hij is level 4, hij heeft naar level 2 Breathe Fire geleveld. Wellicht dat er een extra leveltje Dragon's Blood hier geen kwaad had gekund. Ja. Kijk, hij kan hier niet onder blijven staan. Nee, dit is het probleem dat ik tijdens het draft noemde. Je moet snel die last hit pakken en uit die assets spray rennen. Ja, en ik gok dat hier eigenlijk een ranged held beter op zijn plek was. Ja. Oké, de nice, jammer. Ik verwittig al, ik ga zo meteen 5 minuten pauze nodig hebben. Dat is een nieuw woord voor mij. Ik weet niet wat verwittig betekent. Belgen in de Twitch chat, wat betekent verwittig? Wat zeg ik, verwittig? Ik gok dan, als ik mijn Nederlands gebruik, tot dat iets te maken heeft met wit worden. Ik verwittig. What have we here? Maar ja, ik denk dat het gewoon betekent dat hij het aan ziet komen. Misschien moet hij naar het toilet, I don't know. Maar ik zelfs heb dan eigenlijk zoiets van, waarom was je niet tussen de matches even gegaan voor de zekerheid? Misschien staat zijn kat in de fik. Kan altijd toch? Oh, kijk die sentries trouwens. Die, deze, en hier stond ook een sentry en die ja. Net niet. Allebei zien de andere watch niet. Nee. Erg toevallig. Ik kan me haast niet voorstellen tot dat pro-play is van de Radiant. Het is gewoon, ja, jammer. Ja, deze matchup van Tidehunter zorgt wel dat hij lekker kan farmen. Want tegen die enkele melee hero geeft Tidehunter vrij weinig. Dus die heeft al zijn arcane af op 4 minuten, 5 minuten.
Erg apart trouwens dat hier ook een Slada nog bottom rondrent, plus de Urge. Ja, ze zijn getriple switch nu. Dus de tijd gaat weer terug. Oké. Ja, de trilane van de Dire is heel agressief. En maar ik denk dat Tide wel eens dood zou kunnen gaan. Hij is wel nog... Ja. Oh, ze stekken de stunts niet goed. Er is wel nog een Hex. Netjes gespeeld. Er komt een dubbel TP aan. Sunray is er om te healen, maar die hield niets. Oh, jammer van Zixion en ook al Mayside dat ze dat tegelijkertijd in stun gooiden. Dat was... Prokte dat de Kraken Shell daar, voordat hij eruit liep? Of was het gewoon Nee, Kraken Shell was hem niet eens geprokt, want... Nou, moet hij 550 damage verpakken. Volgens mij was dat nog niet het geval. Dus. West trouwens erg low op mid. Maar Cookie heeft daar best wel wat schade gedaan. Hulikum wordt gerold. Wordt gestunt. Daar is de Ravage. Zelfs de Ravage is daar en de Silence is daar. Is het genoeg damage? Dat is de vraag. Ze zijn goeie stun. Hulikum draait zich om. Hij zelf, dan draait zich om. Er is geen mana meer op de Earth Spirit, dus hij kan ook weinig veranderen. Hij kan niet eens wegrollen. Ook geen mana meer op Ogre Magi. Nee. Earth Spirit is snel vanwege zijn boots en lace. Ja, ze stunnen in 3, 2, 1. Mooie uitverkiezing gelopen. Oh, Daigo Gaming. Wat spijtig voor jou, maar toch een kill op de tide. En dat is wel prettig natuurlijk. Ja, moest je daar committen om het hoekje om te lopen en zeg maar je dood in te lopen om misschien de kill te hebben? Ja, dat weet ik ook niet. Niet op de Earth Spirit dat hij level 3 is. Beste trouwens in de jungle. Waar waren dat stacks? Hier is één stack. Dat is het qua stacks. Eentje is ook niet gestackt. Een dragonvorm gebruikt, maar de toren heeft maar 200 damage gekregen. Dus. Ja, maar hij had wel Alchemist bijna dood gekregen daarmee. Oké, okay, dat heb ik gemist. Alchemist liep weg met 150 HP, dus... Hank is wel ook level 6, heeft redelijk wat farm, 18 last hits, maar ja, niet zo goed vergeleken met, ja, ik wil eigenlijk zeggen de offlane titan, maar dat is maar een halve offlaner geweest, want... Ja, dat is verbaasd Hank, met die hij werd hier gebashed. Wouden bash. Hank dit is hoe ik mijn Sander ook in least level, maar er wordt wel eens op neergekeken dat je sprint niet maxt. Maar dat je kan bashen tot 10% vind ik altijd een heel leuke skill om te hebben. En die komt hier nou ook door. Nou, Hank ook wel heel diep hoor trouwens, zonder vision daar, dus eigenlijk wel terecht dat hij daar wordt afgestraft. Zixion doet nou ook een ward neerplaatsen zodat dat niet meer kan gebeuren, of in ieder geval niet meer zo makkelijk kan gebeuren. Makuki nu op mid wordt wordt geharassed door Alchemist en ook wel andersom, maar hier is de Sunray. Hij heeft geen level in stun deze Alchemist, maar toch genoeg damage voor, om die Dragonite daar... even flink lastig te vallen hoor, met die Sunray. Hij kan lekker wegvliegen met zijn bonus movement speed op zijn Dragonform. Hij is redelijk veilig, maar het is jammer van de cooldown. En hij rust ook weer een armlet. The flavor of the patch. Met armlet on every strength hero. Ja, maar armlet is ook flink gebufft toch? Ja, armlet is heel sterk nu. 10 armor en je kunt hem al heel snel hebben. Dus fighten is dan erg makkelijk. Bounty Room of daar gesnesteld random offlane. Oké, mooi gedaan. Dat kudos. Heeft hij vaker gedaan. Oh, Hank gaat hier voor Earth Spirit. Ik zal hem waarschijnlijk niet te pakken krijgen hoor. Ja, het is erg riskant, want Radiant heeft hier ook al 3 heroes staan. De Hawk is gespot, dus ze weten dat Earth Spirit onder vision staat. Hier komt niks van terecht. 4 man op mid. Komt niks uit helaas. Ja. Radiant heeft het door en gaat hier niet op in. Nee. Armlet is ook al af op elk trouwens, dus Armlet battles. Wie kan het beste toggelen? Dat gaan we zien. Nou ja, goed, heeft elke mensen nog eens de dikke regen van zijn ul, dus... Ja. Je wordt gesmoked, denk ik, aan de kant van de Dire. Ja, dat lijkt er wel op. Ja, niet gespot door de Radiant. De Radiant heeft een scan. Ja, kan ze die gebruiken? De scan. Over 1 minuut ook Tome of Knowledge te verkrijgen. Ja. Nee, de scan is moet je niet underraten. Dat is een van de krachtigste abilities die erbij gegooid is deze patch. Ze vinden de Phoenix attack. En de Elk. Elk heeft de ult. Oh. En Phoenix heeft de Ray. Heeft geen Ray. Oh, Wes zit toch klem hier? Ja. En Wes is een hardhacker geworden. Kan zijn weg vrijhakken. Dan pakken ze maar een Terrain mid. Ja, Beastmaster is level 7, dus nog niet heel veel in dat beast. Maar, Er is een Ravage up als hij snel TP't. En er is een Alchemist. Moet hij opschieten. Rotzooi. Nee, ze laten het toch vallen. Dragonite krijg je de Tower Gold. Dat is wel fijn voor hem natuurlijk. Ik gok dat een klare armlet is. Ja, dat is een klare armlet. En als we even kijken naar Nethworth, we zien dat Tilikum trouwens de meeste last hits heeft. Maar hij heeft een Dragonlance gekocht. Op de Viper.
Oké. Dat zie ik niet vaak. Ja, maar ik snap het wel. Je kan je Titan toch net wat makkelijker resten in de lane. Ja. Niet heel verkeerd aan je Cass. Nou, ik denk dat de game early al veel gespeeld wordt. Dus ik weet niet of je daar al het gros van je geld in wil steken. Nou, wat hij kan doen in die Dragonlance is hem in principe nog disassemblen. En dan kan hij er gedeeltelijk threats van maken. I guess. Initiation of the Titan, dus meer krijgt voor Ravage, dat kan. Krijgen ze hier Phoenix de Phoenix? Phoenix het klem? Weten ze dit? Het gaat heel ongemakkelijk, maar ik dit denk weten niet ze niet. Nee. Nou, als je die kant op vliegt, dan ben je meestal veilig. Dus ik denk dat ze gewoon zeggen van, ja, die zit veilig, daar gaan we niet op in. Lion TP'd naar hun eigen bottom lane. Ja, ja ze hebben een theorie, ja. En Phoenix heeft nou zijn threats af, dus die kan iets langer rond blijven rennen. En hij heeft ook Threats. Tranks. En nu wordt de jungle toch wel gestekt voor Alchemist dat hij de Flash Realm live krijgt. Hij heeft zijn armlet inderdaad al af, zoals je zei. Triple stack nu hier. De Hawk heeft dat gespot. Dus wellicht kunnen ze dat nog jatten, maar we zien hier tot de Alchemist al aankomt. En het is lastig te farmen als Dire. En ja, de Alchemist gaat hier toch net iets makkelijker mee. Oh, maar er is wel een flink rotation, ja. Ze gaan het contesten. Tuurlijk, hem heeft level 4 Nethertoxin, dus extra typisch. Last zitten moet kunnen. Het gaat de fight voor, Ravage is up. Er is een mooie spread van de Dire. De camp is ondertussen gesneuveld. Cookie zoekt hier naar meer, maar hij redt misschien zijn eigen dood in. 4 tegen 4 fight, daar komt de vijfde aan van de Dire. Heel veel vissing trouwens, dankzij de Dragon Knight Illusions. Kijken, met F3. Holy shit, dat is heel veel vision. Radiant's bottom tower is under attack. En door die mooie ward in de lane weet de Radiant ook dat iedereen er aanwezig is. Ja, dat maken is wel. Ze waarschijnlijk de wijze keuze om hier niet op in te gaan. Radiant's Viper krijgt de laatste op de tower daar. Heeft ondertussen, is op zich wel grappig om te weten, hij heeft dus Power Threads, een Dragonlance en een Casual Belt. Band of Elvenskin. Nou, in de Dragonlance zitten al twee Bands of Elvenskin. Ja. En in principe zit het in een threat op Agility zit er ook eentje in. Dus hij heeft al vier Bands of Elvenskin. Allemaal bandjes aan. Ja, precies. Nou, hij heeft al wat edgy voor elkaar. Ja, 70 nu. 70. 80 als hij switcht naar edgy threats. Die gaat wel hard hitten. En dit zijn dus gratis logos die ze weggeven. Ja, wat we zien is dat GP Boundingen 5, er worden wat minder kills gemaakt in deze match. Want de Earth Spirit krijgt net wat minder ganks gevonden. En uiteraard de helden van de GP Boundingen 5 boys is zoals we al zeiden tijdens de draft, die zijn gewoon veel tankier. Mm-hmm. Dus je krijgt ze een heel stuk minder makkelijk kapot. Maar wat ze doen is wel de hele tijd met 4 à 5 man pushen. Dus ze krijgen inderdaad wel die torens, maar ze verdelen niet echt goed de farm op die manier. En de XP. Ik weet niet of dit de beste keuzes van de Radiant. Ze hebben die Ravage, ze hebben de Egg, de Supernova. Ik denk dat ze die fights makkelijk kunnen nemen. Ja, maar kijk heel even voor de grap naar de Gold XP graph, hè. Dan zie je dat ze toch nog, ja voor de grap, zie je dat ze 2k voorstaan. En dat komt vanwege het feit dat telkens niet alle heroes aan het verdedigen zijn, maar zich verdeeld hebben over de drie lanes. Terwijl de TGP Boundingen 5 boys telkens wel met z'n vijven bij elkaar staan. En daardoor dus minder efficiënt farmen. Die Kraken Shell die waarschijnlijk al die bullshit van hem af. En hij leeft nog maar. Hij heeft zijn Ravage nog voor de komende fight. Is Phoenix nou initiate met een Supernova? Hij is level 6. Tide loopt dan zo net naartoe. Met een Ravage. I don't know. Wat een skill. Ja. We kunnen weer hoor. We kunnen weer. Ja, let's go. Oh, Alchemist nog geen level 11. Hank staat stil. Midden in de assets, blink op de Dragon Knight. Daar is een supernova. Hele goede supernova aan de zijkant. Ja, die is mooi. En er is nog Ravage. Solo Ravage. Dubbel Ravage. Dubbel Ravage op de randjes van iedere held. Hank gaat hier ook nog neer, denk ik, door de Sunway. Ja hoor. 1 voor 1 snuffelen. Al de 5 gaan ze hier neer. Dit is waar ik over had. Ik dacht dat ze die fight makkelijk konden nemen en dat blijkt ook zo. De goed gespeeld van Huntress. Ja, het is zoals we eigenlijk wel verwacht hadden ook, dat mocht
Phoenix zijn egg afkrijgen op een gunstige locatie. En Titan kan er ook nog eens voor zorgen tot er een hele mooie ravage komt. Dan kan GP Bunnigan 5 Boys daar in een teamfight niet genoeg mee. Dus, dat is een beetje een combinatie die ze hebben. Ze kunnen de egg poppen en als ze merken dat de tegenstanders switchen naar de egg, dan wordt de ravage gepopt om te zorgen dat de egg ook gaat ontploffen. Ja. Dus het is belangrijk dat hij hem nog even vasthoudt. En dat deed hij ook die fight. Dus daar moet wel de dedication van zijn op de Titan te spelen. En dat is het volgens mij ook. We zien hij heeft ook een mechanism af. Ja, de XP graph na deze fight gerocket is naar 5k. En de gold lead ook, die was neutraal. Vanwege al de towers natuurlijk wat Bunnigan 5 Boys had bemachtigd. Maar die is dus ook nou naar 4k verschoven. Voor Team Hondtrash. Dus in deze opstelling wat ze nu spelen, is Team Hondtrash erg sterk. Erg sterk. En wie had er gedacht dat de Alchemist boven aan de network zou staan? Oh. Ja, natuurlijk, dat iedereen verwacht. Hij heeft al bijna zijn radiance. Hij heeft opvallend eerst een recipe gekocht en heeft die in de courier gestopt. En vliegt dadelijk even door naar de geheime winkel. Oh, kijk eens wat Earth Spirit hier heeft mogen kopen. Hij heeft een veel op Discord al. Dat heeft hij ook redelijk vlug gedaan. Dat ook al had hij weinig ganks kunnen doen. Want Zixion op de Lion heeft enkel zijn mana boots. En Tycho Gaming op de Ogre Magi heeft niet veel meer. Heeft ook mana boots. Dus, de teamfight van Hondtrash wordt steeds sterker en sterker met die VL en die Radiance. Het gaat heel erg eng worden voor EP Bunnigan 5 Boys. Ja, wat ze ook hebben is, is dat Alchemist na deze hele push en teamfight level 11 is geworden. Ja. En het hele Dire team staat toch weer bij elkaar. En willen wederom gaan pushen, maar over 10 seconden is er weer een Ravage en kan Hondtrash weer hetzelfde doen, maar deze keer met 4k netword meer in de pocket. Dus het wordt eigenlijk alleen maar gevaarlijker, en zeker als je ook nog eens onder een toren staat. De strat is een beetje, we rennen met z'n vijven op iets af. En oh, smoke versus gebeurt, smoke. Dit is erg riskant dat ze dit alsnog door willen zetten. De Phoenix is gespot, ja, maar ook de maar line. Het is niet makkelijk initiëren, want die kan gewoon lekker wegvliegen. Smoke is afgelopen trouwens. Blink op Sladar. Oh, maar hij wordt geïnitieerd. Hij wordt wel heel hard geheeld hier. En hier is een Ravage. Vier man Ravage. Wow, alleen Tilikum is niet geraakt. Dupanova komt er doorheen. Oh, maar ze focussen op Supernova niet. Dit is weer een teamfight. De Veil blijft lekker ongebruikt in de inventory zitten. En Tili heeft Eda niet eens mee aan die fight. Nee, die zat aan de verkeerde kant van die omheining hier de hele tijd. En ja, hij zag ook dat zijn hele team geravaged werd en had toen zoiets van, ja, wil ik hier wel in meevechten? Wellicht toch een wijs besluit om het niet te doen. En het is gewoon de teamfight waar Hondtrash weer mee mag spelen. En eigenlijk de Radiance erbovenop en de Veil erbovenop, ook al was hij niet gebruikt. En dit is eigenlijk een probleem dat steeds verder de afgrond ingaat, zeg maar. En de push van de GP Bunnigan 5 Boys wordt steeds meer sterk. Dire's structures are fortified. Die heeft een blink gehaald, opvallend. Ja, dat een hele tijd geleden al inderdaad, die blink. Vond ik ook. Heeft zijn schoenen niet afgemaakt. Een aparte keuze. Ja goed, ze missen wellicht wel wat initiation aan de kant van de Dire, dus ja. Vanuit dat oog op zich, van die denkwijze snap ik het wel. Ja, ik bouw wel eens een Shadowblade op die hero. En nu je die heel makkelijk up kan creëren naar een Silver Edge, is dat misschien ook geen slecht item. Mm, ja, maar het is maar misschien meer personal flavor. En de Silver Edge is tegen deze line-up nou ook niet echt je van ja, het, de stats zijn welkom van de ultimate op die er nou in gaat. Ja, dat is wel zo. Nou, ik denk dat inderdaad beter de ook wel Magi dit kan tanken dan de Beastmaster. Dit is een Desperation Voice. Het is heel riskant als de dingen de radiator heeft. De scan wordt gebruikt, maar dat werkt dus helaas niet op Roshan. Iemand heeft de patchnotes niet goed gelezen. Ja, maar ik hoor ook wel veel mensen die dan zeggen van ja, ik doe het niet per se voor Roshan, maar voor de supports die er omheen staan. Maar dan, hij werd exact op Roshan gegooid, dus ik weet niet of dat de meest efficiënte gebruik was van de scan. Hier is de pass. Die verwittigd werd. En Twitch het zei dat het een Brabants dialect is voor mededelen. Ah, hoewel ik het woord niet ken. Nee. Als Brabander. Oh, er wordt gezegd dat er geen ding 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 op level 6 is geleveld bij de Ogre Magi. Die snap ik totaal niet. Oh, dat is een misklik.
Ik denk het wel. Ik denk dat één level Bloodlust, dat dat niet opweegt tegen de kans van een dubbel zoveel stun of een Ignite op twee groepjes. Ja, zo'n Fireblast, twee punten, dat is volgens mij een foutje geweest. Aangezien dat redelijk een value point is voor de stun. Dus kunt die scaled namelijk niet. Alleen de damage inderdaad. Ja, dus dat zou eigenlijk het multicast puntje moeten zijn. Hey. We hebben hier een 5 minuten pauze, dus ik gok dat Wes een grote boodschap moet doen. Anders denk ik niet dat het 5 minuten duurt. Even zijn kat naar de brandweer gaan brengen. Ja, ondertussen schenk ik even mezelf nog een glaasje. Een lekkere ranja in. Oeh, ranja. Of nog een theetje. Waar komt dat woord ranja vandaan trouwens? Wat de hel? Geen idee. Als het vaak zeggen, dan gaat het vast niet raar klikken. Ranja. Alchemist heeft een Shadowblade gehaald. In plaats van waarschijnlijk de BOT's die ik zou kopen. Ja, maar als je telkens teamfights wil... Ja, nee, goed, dan is inderdaad een BOT waarschijnlijk ook een slimmer idee, hoor. Als je split pushen en een beetje de specter gaat uithangen met... Oh, gaan jullie fighten? Ik typ je wel in op de creeps, hoor. Zodra dat er gevochten wordt. Maar ja, op deze manier initieert Alchemist misschien wel. Als er een fight is, en ik denk dat ze dat 4 tegen 5 best wel kunnen doen als Radiant, dan kan elke eigenlijk gewoon daar gaan pushen en een toren pakken. Oh. Nu wordt er gepast door de Sladar. Wederom. Jongens. Come on. Get your shit together. Eens even kijken hoor. Viper, Yasha gegaan. Full agility build. En heeft daardoor is best wel tanky qua armor. Wat hij ook wel goed kan gebruiken tegen de Alchemist uiteraard. Maar wellicht was hier een mechanism goed geweest. I don't know. Poppy? Viper? Ja, dat is een beetje een aparte Viper build die ik zelf niet vaak gezien heb. En ik weet niet of het sterker of slapper is dan de klassieke mech build. En... Het is een beetje de all-in push, let's go build. En ik denk dat mech achteraf gezien een slimmere keuze zou kunnen zijn. Maar die wil je eigenlijk liever op Ogre of Lion halen. Maar Cookie die is trouwens net naar top getypeerd, zie ik. Heeft er een double damage groen. Moet dat gaan defenden, maar we zien dat het hele Radiant team er als een ulties op heeft op mid. Dus deze mid tower, ik denk niet dat dit verdedigd moet worden met nog maar 200 HP op dat ding. Ja, dat die moet als de bieden weer terug is. Ik zou split up een farm en wellicht een tier 2 defenden, maar misschien dat niet eens. En proberen items af te maken op je heroes. Wellicht dat ook een Magi nog wat kan met een, I don't know. Een urn. Hij heeft al zijn Sage Mask, dus. Een Lion, ja, 300 gold bovenop zijn Arcane Boots. Arcane Boots op Lion, waar ik sowieso zelf niet heel. Ik zie dat niet heel graag gebouwd worden op Lion. De Mana Pool heb je wel wat aan. Met die Aether Lens, dat je hem kan disassemblen. Ja, dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo, maar. I don't know, man. Ik vind. Tranquil Boots Blind toch ook wel flink value hebben, waardoor dat je kan blijven roamen. Ik wou zelf ook liever Tranquils. Daar ga ik maar blinkers. De mana pool is wel goed op Line, want al zijn skills redelijk prijzig. Je moet toch wel 80% mana hebben. Om al je, alhoewel, even kijken, het geeft je 250 base mana, de Arcane Boots. Als je die niet hebt, dat betekent dat je dus in plaats van 820 zou die dan 580, 280, 200, 300, 400, ja, dan zijn al je skills één keer gebruiken en het is op. Ja, maar al je skills, inclusief mana train, is dus weer extra mana. Ja, oké, alle drie je disables en damage skills gebruiken, behalve je mana train. En je mana is op. Ik denk dat het ook een beetje personal flavor is, wat je het fijnst vindt, wat je vaker doet. Ja, I guess so. Ja. Alchemist bovenaan de net worth. Uiteraard, dus een Alchemist. Gaat Viper hier alsnog voor de Mac? Naast een casual Yasha? Denk je? Denk je niet dat het een Sanji Yasha misschien gaat worden? Hij heeft zijn Yasha gemaakt en daarna een Buckler. Ah, oh, inderdaad, heeft de Buckler nog. Maar, zeg je wel. Realiseert hij dat ze de heal nodig hebben? Initiation op jullie kunnen?
Brother heeft lekker die armlet met zijn tankiness, dus die kan agressief voor deze place gaan. Armlet en Blink op de slaughter. Dat is, hij is de second most net worth op de kant van de radio nu. Dit is het geld dat binnenkomt als je 2 of 3 teamfights wint. Ja, en de Radiant kiest er nou voor om langzaam terug te zakken. Is dit de smoke wellicht? Hebben ze die nog op hun supports? Nee, want ze, ja, ik had wel heel graag nu in de smoke gezien dat de Radiant dan weer terug erin rennen. Dat, dat hadden ze makkelijk. Ja, de fakeback, want ze kunnen ze willen nu vechten met die twee ulties online van Phoenix en Tidehunter. Mech af op Viper. Dus dat is toch een mech geworden. Ja. Ik ben benieuwd of hij hier achteraf nog zijn jasje ergens door gaat bouwen. Dat hij voor de tankiness gaat. En wat we trouwens ook zien aan de kant van de Dire, en dat is wel iets waar ik ze net ook al op hamerde. Ze moeten de hele tijd als 5 bewegen. Tenminste, dat doen ze om plays te kunnen maken. Want het is ook al zoals ik zei in het begin van de draft. Als ze met z'n 5 zijn en ze komen 3 man tegen, dan winnen ze. Maar ja, komen ze alle 5 tegen, dan verliezen ze geheid. Ja. Dus... En omdat ze tegen met z'n 5 zijn en die XP delen, is Zixion op de Lion net level 7, of ja, bijna level 8. En ook al meet hij nog niet eens level 7. En heeft, dus, zoals we al zeiden, net zijn multicaster niet gepakt. Dus ik vind dit nogal beangstigend dus, wat ze hier proberen te doen. Ja, het is een beetje wanhopige play om wat pick-offs te krijgen op enkele heroes die verdwaald zijn in de jungle. En ze staan niet klaar om met z'n 5. We staan niet klaar. Er is wel goed door wat in positie is deze game en wat ze moeten doen. Initiation met de Invis. Cabbage is klaar, Supernova is klaar. De cookie gaat hier bijna vallen voordat de fight op begonnen is. Daar is de Supernova. Met de Ravage om de Supernova te securen. Er is Aegis op een cookie. Ja, dat weet ik, maar dat is het. Dat is het gewoon niet, die Aegis. Ja, het is met z'n 5 die hero pakken. En dan is ze 5 naar de volgende. En de GG is gecalled. Ze weten dat het alleen maar uit de hand kan lopen vanaf nu. Dat ze na 3 fights het niet meer kunnen winnen. Nee, inderdaad. Team Huntress wint hier. Shadow to Acro. Dat zal waarschijnlijk de stand-in zijn. Of de speler die er niet is. I guess so. Ja. Even spieken hoor. Volgens mij is dat de speler die dat niet is. Ja, Akramas is er niet bij. Ja. Dus dat is op zich wel netjes wat ze doen. Een 2-0 overwinning van Team Huntress tegen Gevenbanning en 5 Boys. Allebei heel solide gespeeld van Team Huntress. Ik wil niet zeggen dat ze echt domineerden. Misschien ook wel, als je zo de eindstand bekijkt van deze match. Maar ja, Gevenbanning en 5 Boys hadden een idee qua draft en ze hebben dat uitgevoerd. Maar Team Huntress heeft daar heel goed tegenin gespeeld met de teamfights en... wederom match 2 gewonnen. Dus een 2-0 overwinning van Team Huntress. Dat betekent dat de eindstand... We gaan heel even kijken hoor. We gaan het er even bij halen. Kan ik dat laten zien? Hoe de... Ja. Eens even kijken. Als we kijken naar de league en we kijken dan naar groep D. Dan zien we dus dat ze stonden samen bovenaan met 7-1. De GP3, Tersbanningen 5 en Team Huntress. Deze tiebreaker best of 3 is dus gewonnen van Team Huntress en wordt daardoor de nummer 1 in groep D. En GP de Ritters Banningen 5 worden dus nummer 2 in groep D. En dat betekent dat de Doritos Boys in de playoffs terecht gaan komen. Om te kijken of ze wellicht toch nog in Division 1 terecht kunnen komen. Maar er is nog een match gaande op het moment. En die is niet van groep D. Want daar moet ook nog een match gespeeld worden trouwens. Maar dat is vrijdag. Dat zijn de Knijterlauwe Boys tegen Team Tiger. Ook een tiebreaker. Ja. Maar de match die nou gaande is, dat is Planned Random tegen de Berkey Boys. En die vechten om een tweede en derde plek. Wellicht nog iets, of ja, ook gewoon heel spannend. Want deze teams, hiervan heeft er alleen maar eentje de kans om nog in Division 1 terecht te komen. Dat is de persoon die deze best of 3 wint. En de tweede plek opeigent. En dan vanuit de playoffs dan toch nog in Division 1 terechtkomt. Dus degene die deze best of 3 verliest van de Berkey Boys en Planned Random, belandt sowieso al in Division 2. Dus wat dat betreft een redelijk belangrijke match. We gaan kijken of we die nog kunnen casten. Mensen, ik wil die nog wel even kijken of er nog een match is. Ik zie ze nu in de lobby zitten, dus je moet even snel kijken of je die mee kan pakken. Kijken of we daar nog bij kunnen. Die Pablo en Audio in de lobby zitten. Hey! Kijk eens aan, ik zit erin. Join lobby. Nou, dan gaan we dat heel even snel erbij halen. Is er toestemming?
Pardon? Ah, oké. Okay. Goed als wij casten. Wat is de stand? Vragen we maar even netjes aan het team. Haha, Coco Perky Boys Game 2 casten wordt er heel erg gezegd in de Twitch chat. Klarf is blij. 1-0 Perky Boys. 1-0 voor de Perky Boys tegen Plan Random. Oké, dan. Dat is een interessante ontwikkeling. Onze fans op Twitch zullen blij zijn. Ja, dat denk ik ook wel. Eens even kijken. Dit is dus Plan Random versus Perky Boys. Update. Hup, dan klopt de cast ook weer. Jullie zijn nu live. Knipoog. Mooi. Ik hoop dat de Twitch-chat nu tevreden is. Want kunnen we dus nog deze match gaan casten. En wellicht nog een derde match. Oh my god, oh my god. Het wordt een late vanavond. Hou je dat nog vol, Floris? Of moet ik een andere co-caster zoeken? Ik ben een Gucci. Jij bent een Gucci. Mooi, 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 mooi. Goed om te horen. Goed om te horen. En het is wel fijn dat we deze match kunnen casten. Want Twitch was erg opgelaten. Of nogal een draaien te Give Perky Boys en Plant Random. Dus laten we hun dat maar even geven. Zijn we ready? Casters ready? I'm ready. Oh, ik doe er ook een vraagteken achter zetten. Mooi. Lekkere lobbychat dit. We zijn trouwens nog steeds live qua audio. Aangezien we vanuit de website page rechtstreeks hierover hadden. Moet je nou gaan schelden? Plan Random is nog aan het pissen. Oké, okay, ik doe ons heel even muten dan. En dan mag de Twitch chat maar heel even wachten tot het de match begint. En dan zien we jullie dadelijk allemaal weer terug. Over een paar minuutjes, gok ik. Tot zo.